komen er allemaal? Onze ouders. Onze ouders. En wij. En jullie. En wat gaan we naast het eten allemaal doen? Zingen. Iedereen die doet toch mee met ons, helpt iedereen. Een shovel, fruit en groenten hebben wij. En dat vinden wij heel fijn. Dikke duimen. Heel veel oefenen. Tot snel bij onze dinnershow. 1, 2, doe maar mee. 4, veel plezier. 5, 6, op en neer. 7, 8, 8. Oh, welkom. Voor een 9, locatie van Yes Kinderopvang. Wij zitten in School de Botter samen met Stichting Bram, zoals jullie hierachter op het bord kunnen zien. Bram is ook de reden waarom we dit hebben opgericht. Omdat toen Bram pas 8 weken oud was, kwamen wij erachter dat hij meervoudig gehandicapt was. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat kinderen zoals Bram gewoon op de basisschool opgroeien met de kinderen van de basisschool zonder beperking. Dus zodoende zijn wij hier terechtgekomen. De samenwerking bevalt heel goed. Er is goed overleg en kinderen hebben een top, denk ik. Ja, en de kinderen gaan natuurlijk ook mee de klassen in, hè? Die maken ook onderdeel uit van het lesprogramma. Ja, klopt zeker. Die vinden het elke keer weer een feest als de kinderen van Bram ook binnenkomen. En andersom, als zij daar draaien, vinden ze het ook geweldig. We zien dat ze heel veel van elkaar leren, want niet alleen de Stichting Bram Kinderen leren van de Yes-kinderen of de Botten-kinderen. De kinderen die bijvoorbeeld bij Yes komen, leren ook heel veel van onze kinderen. Ja, ja. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen maar kan lopen, kan praten en alles kan. We zien dat kinderen bij Yes vandaan, die bij ons in de klas komen, heel erg sociaal zijn naar onze kinderen toe. Dat ze heel graag willen helpen en ja, dat is heel leuk om te zien. Meestal wordt op maandag wordt altijd 2 kinderen uitgekozen en die gaan dan helpen bij Stichting Bram. En daar ga je dan zeg maar helpen eten of soms ga je met ze naar buiten en dan ga je wandelen en dan mag je soms ook een kar duwen van een van de kinderen. Ze vinden het altijd heel erg leuk als je komt. In het begin toen ik de eerste keer kwam, toen vond ik Dien al heel erg grappig. Yeah. En toen, toen was het een beetje heel voorzichtig en toen aan het einde, toen zeiden ze nog niet echt dag. En toen de tweede keer en de derde keer dat ik kwam, werd Dien helemaal blij en die ging helemaal lachen en zo. En Bram die is ook wel heel schattig. Want je ziet op zich wel een verschil, want wij kunnen natuurlijk heel makkelijk leren in de klas, maar hun kunnen dat niet. Want sommigen die kunnen niet goed horen, die kunnen niet goed zien, die begrijpen je soms niet. Ze proberen volgens mij een beetje door dat ik en andere kinderen uit mijn klas ook met Stichting Bram gaan werken, dat ze dan, vanzelf meer leren en ook om met kinderen om te gaan en zo. En dat doen ze wel heel erg goed. Dit zijn de slingers van de dinnershow. Hey! En we vinden het heel leuk om te doen. We doen ons hartstikke best. Kijk naar die van mij. Okay. Prachtige kunstwerken. Ik kan het zo goed zien. Voor de dinnershow? Ja, we gaan nog niet verklappen op welk liedje. Dat is een verrassing. Nee. Het is op ons eiland. Ik ben net op visite geweest bij Stichting Bram hier in de kerk. En de directrice heeft daar uitleg gegeven over hun werkwijze en de kinderen die er zitten en alle mensen die visite komen om therapeutische handelingen met de kinderen te doen. Echt geweldig. Zo mooi te zien. Zoveel passie en zoveel warmte. Prachtig. Geweldig. Davy is bij jullie ook op de BSO, hè? Ja, hij pakt het op zich wel goed op dat hij dan ook ineens met andere kinderen moet gaan proberen te leven. En speel jij ook wel eens met Levi op de BSO? Ja, ik ben meestal buiten. Alleen soms als het echt een lekker weer is, dan ben ik binnen met mijn vriendinnen en dan gaan we een beetje met Levi spelen en zo.
van ons restaurant, hè? En weten jullie nog wat voor plantjes het zijn? Aardbeien. Komkommer. Paprika. En hoe heette die rode ook alweer? Tomaten. En wanneer gaan we dit dan opeten? Als dit is gegroeid. Als ze zijn gegroeid, hè? Misschien wel op onze dinnershow, hè? Nou, doen jullie ze maar lekker water geven, jongens. Aardbeien zitten er al onder. Ja. Ja, wauw. Ja, zat. Hé, jongens, ik vind jullie topverzorgers. Ik zie dikke duimen toch wel van jullie, hè? Top bezig. Zeg maar tot de dinnershow. Tot de dinnershow.